Dag dames en heren. Ja, temperaturen dik in de plus. Ja, en dat betekent helaas geen verdere ijsaangroei meer, maar dat het ijs. Al is getransformeerd in water, helaas. Maar goed, de winter moet officieel nog beginnen, dus er is nog zeker hoop voor de schaatsliefhebbers. Maar voorlopig niet, voorlopig zacht weer voor de tijd van het jaar. De komende nacht in onze regio wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen, blijft overal droog. Temperaturen dus dik in de plus, zo'n 5 of 6 graden. En aan zee wijdt dan een vrij krachtige zuidwestenwind. En morgen leidt het weerbeeld op dat van vandaag. Dat betekent wolkenvelden. Tussendoor komt de zon af en toe tevoorschijn. Het is vrij zacht, met zo'n 9. A10 graden. Normaal is het nu een graad of 7. En de wind wijdmatig aan zee vrij krachtig. Een windkracht 5 uit het zuidwesten. Nou, de komende dagen zien we op vrijdag nog maar weinig verandering. Ik denk dat de bewolking dan wel de overhand zal krijgen. Vrijwel droog bij een temperatuur van een graad of 10. Een fractie minder wind. Zaterdag begint dan droog. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En eind van zaterdag, met name s'avonds en in de nacht naar zondag... Vanuit het westen een koufront met regen. Nou ja, u ziet de temperaturen in de dubbele cijfers, een graad of 11. Zondag belooft een prima dag te worden. Ja, natuurlijk ook voor de bruggeloop. Zondag die begint dan om 4 uur. ziet de ja, tot nu toe goed uit allemaal. Droog weer ook. Temperatuur wat lager, een graad of 8. Ja, en dan maandagoverdag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Dan is het ongeveer een graad of 7. Nou, rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En heel graag tot morgen.